In dit filmpje wil ik graag laten zien hoe deze adelaar in elkaar gezet wordt. Een adelaartje. Vinger. Nee, ik gebruik bruin dan. Je kan ook zwart gebruiken, wat je wil. We doen met één vakje op één puntje. En zo zetten we in totaal een rijtje van 10 stuks. Gaan we vast beginnen aan de tweede rij. We gaan deze straks nog wel langer maken. Maar dat is om het vast te zetten. Dan zetten we een stukje op twee puntjes. En dan het volgende stukje zet je op het laatste puntje van het vorige stukje. En op de rij daarboven eentje. Zo zet je ze vast. Gaan we weer verder met de eerste rij. En dan zet je er nog een keer 10 stukjes op, weer met één vakje. Dan ga je weer door met de tweede rij. Dus weer één puntje gebruik je van de onderste rij en één van de bovenste rij. En zo ga je dan weer door tot je niet verder kan. En dan zetten we er zo in totaal met bruin nog twee rijen erop. Helemaal weer van onder tot boven. En zo ga je dan door. Deze rij maak je af en dan doe je nog een rij erbovenop. Dan is je zo. En dan gaan we er nu nog een witte rij bovenop zetten. Dat zijn dan in totaal 20 stukjes die je gebruikt. En dat doe je op dezelfde manier hoe je de bruine stukjes gezet hebt. En dat is één vleugel. Dan gaan we hem nu in spiegelbeeld gaan we hem maken. Dus je gebruikt weer de bruine stukjes en dan met één vakje. Zo zet je weer een rijtje van 10.
die zet je dan ook weer vast. Dus dan ga je weer allebei de vakjes en puntjes gebruiken. En dan zet je er hier nog weer een rijtje van 10 en dan weer alleen met het buitenste vakje op de bovenste rij. Die ga je dan ook weer verder vastzetten. Dus dan ga je weer twee vakjes, twee puntjes gebruiken. En dan zet je hier in totaal nog weer twee rijen van in totaal 20 stukjes. Dus je begint weer onderaan. Twee vakjes, twee puntjes. En deze rij maak je dan nog af. En dan zet je er nog een rij van 20 stukjes op. En dan gaan we hier weer een rij van 20 stukjes bovenop, 20 witte stukjes bovenop zetten. Dus je begint weer onderaan. Zo werk je weer naar boven. En de laatste. En dan heb je de andere vleugel. Dan gaan we beginnen met het lijfje. Doe twee stukjes wit tegen elkaar. En dan de middelste twee puntjes zet je met één stukje vast. En over op de andere kleur. Dan zet je een bruin puntje op de buitenste twee puntjes. En aan de andere kant doe je dit ook. En dan zet je in het midden ook weer één erop. En in totaal maak je van de bruine stukjes, maak je dan 10. Dus dan 10 keer 3. Dus dan 1. Twee. 3. En dan nu heb je dan 2 van zulke setjes van 3. En in totaal maak je er daar 10 van. En zo ga je door totdat je er 10 hebt. En dan zet je hier bovenop, zet je nog zo een keer een setje van 3 met wit. Dus aan de buitenkant 1. Aan de andere kant 1. En dan heb je er nog 1. En dan zet je hier bovenop, zet je een gele. Maar dan moeten ze nou alle vier de puntjes moeten daarin. Dus aan iedere kant 2. En dat is het lijfje. Dan gaan we het staartje maken. Zetten we 1 puntje in de middelste 2 vakjes. En ik duw hem niet helemaal door. Zo doe je er nog 2. En dan doe je deze doe je dan allebei de puntjes in 1 vakje. Buig je iets opzij, en dat doe je die andere ook. Dan gaan we beginnen met de pootjes. Ik gebruik hier een maatje voor die dan de helft is van een gewone. Dus die scheur ik dan nog een keer door midden. En dan heb je de pootjes. Zet je er in totaal, zet je er 5 op elkaar.
puntjes naar buiten. En dan schuif je hem in het derde driehoekje van het rijtje. En dan doe je aan de andere kant doe je dat dus ook. Dus dan weer met de puntjes naar buiten. En dan schuif je hem in de derde. Het ook een beetje vastlijnen voor de zekerheid. En dan zet je op de binnenste twee puntjes, zet je er nog eentje erboven. Zo een beetje naar voren schuiven. Dat is een pootje. En dan maak je er nog eentje van. Dan gaan we alle onderdelen aan elkaar bevestigen. Het lijfje en de pootjes, die ga je dan in de derde van onder. Probeer je hem daarin te steken. Dus die komen dan zo. Gebruik er een beetje lijm voor. Totdat ze vast zit. Even kijken hoe ze die ongeveer blijven staan. En dan pak je de vleugels. Ja, je kan ze als je wil ook zo bevestigen. Dat die echt vliegend is, dat zou kunnen. Ik vond dit leuker. Dus dan doe ik hier op de eerste drie stukjes een beetje lijm. En die druk je dan ongeveer op de derde, zo hier erop. En aan de andere kant doe je dit ook. En dat is even een tijdje vasthouden, dus dat ga ik dan nu op dit filmpje niet doen. Maar dan uiteindelijk krijg je dan de vleugels omhoog. Dus je kan de vleugels zelf plaatsen zoals je wilt. Maar ik heb ze dan hier dus aan de tweede, derde ongeveer, heb ik hem bevestigd. Dus alsjeblieft.